weet dat er zeld zit. We gaan op zeld vissen. Hij loopt ineens weg. Oeh, hij is sterk. Ja, vis! Knetterharde run. Kijk eens, oh wat een dikke. Het is slecht weer. Wel goed vissen, zuidwestenwind. Beetje regen. Zou je midden in de stad, zo'n water. Lelievelden. Ik weet dat er zeld zit. We gaan op zeld vissen. Het is altijd een enorme uitdaging, want het is geen makkelijke vis, maar het kan eigenlijk niet misgaan, jongens. Ik heb echt de onvervalste mestpieren, want heel veel wormen die je in de winkel koopt, dat zijn dendrobenas, dat zijn ook mestpieren, maar een hardere soort. Dit zijn echte mestpiertjes. Hele zachte, hele kronkelige. Als de zeelten er zijn, jongens, dan vinden ze dit heerlijk. En zo niet. We hebben nog wat meer plekjes. We hebben aan de andere kant van de brug ook nog wat plekjes. Dus het is gewoon een kwestie van zoeken. Zeelt is ook een beetje zoeken. Je hebt hier een aantal velden met plompenblad. Ik ga daar een systeempje neerleggen. En in die opening een systeempje neerleggen. Klein beetje voer, vismeelpellets erbij. Gaan we kleine bordetjes vissen, dat is zo gek op hopelijk. En dat moet gewoon lukken. Nou, het systeempje waar ik mee vis is eigenlijk een heel ouderwets karpersysteem. Vrijloopsysteem, licht loodje, 35 gram. Twee mini bordetjes en een klein PVA zakje met wat pellets. Waarom gebruik ik dat? A, om een heel mooi geconcentreerd voerplekje bij mijn haakaars te krijgen. En B, omdat je altijd netjes inwerpt en nooit je onderlijn in de knoop gooit. Want dit zware gaat vooruit. Zeelt, ga er maar vanuit dat zeelt een jongensvis is. Net als dat voor baarsvissen. Kan met een werphengel, kan met de vaste hengel. Wormen, maden, mais, maar soms ook een vlok brood. Geen moeilijke vis, alleen wel een vis die het moet doen. Die een dag moet hebben dat hij wil bijten. En dat je natuurlijk een water moet hebben, zoals hier, waar veel zeelten zwemmen. Water met veel waterplanten, dat is echt essentieel voor zeelt. Zeelt houdt van waterplanten. Kijk eens eventjes. Oh. Jongens, we zitten in een school minibaarsjes. Kijk nou. Ik heb al een groot schepnet klaargemaakt, maar moet je nou kijken. Wat een visje. 10 centimeter, nou ja, wat zal die zijn? 12 centimeter, maar dan heb je het wel gehad. Wat een ukkie. Gaan we maar weer gauw laten zwemmen. Hop. Nou, ik vind mijn wormen nog prima. Ik laat ze er zo aan hangen en hij moet het nog maar een keer pakken. Ja, vis! Dit is zeild. Ah, mooie vis. Knetterharde run. Kijk eens, oh wat een dikke. Jongens, jullie zien toch wel nu een van de mooiste zoetwatervissen van Nederland. Qua bouw, maar ook qua kracht. Ze zijn niet snel, maar ze zijn zo heerlijk doordrammerig. Kijk eens wat een mooie vis. Ach, wat een mooie vis. Op licht materiaal is dit toch wel heel erg gaaf, jongens. Kijk eens wat een bak. Hij blijft zwemmen. Net gezien, wegwezen met het net. Ja, daar komt hij aan. Yes, binnen! Oh, wat een vis. Kijk, dit is nou een zeelt. En dit is nou een hele mooie zeelt. Bij sommige vissen is het wel eens moeilijk met wat voor soort heb je nou te maken. Nou, de zeelt is zo duidelijk zeelt. Kleine rode oogjes, hele kleine schubjes. Olijfgroen en die mooie afgeronde staart. Ja, onmisbaar, onmiskenbaar een zeelt. Maar wat een mooie vis. ...57 centimeter. Wat een beest. Ga nog gauw terugzetten. Oh, wat een mooi beest, jongens. Dit wil ik gewoon niet loslaten, dit.
ik weer zo'n typisch mooi plekje. Anderhalve boilie, nylon heertje, heel klein haakje, maatje 10, maatje 12. Boilietjes kopen tegenwoordig gewoon in een hengelsportzaak. Een goede hengelsportzaak heeft tegenwoordig een heel groot assortiment aan mini-boilies, speciaal voor de brazenvisserij. En ja, ze werken voor de brazen super, maar ze werken voor de zeelt ook fantastisch. En je kunt ze ook prima onder de pen vissen. Ik vis nu met een systeempje met zo'n flatbed vierertje. En ja, dat werkt. Daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Hij ging ineens. Hij ging ineens. De slip goed zetten. Dat is er ineens een. Ineens ging die. Ho. Ho. Hou hem weg bij de planten, Stoop. Hou hem weg bij de planten. Hou hem weg. Hou hem weg daar. Ho. Laat eens kijken. Oh, hij is sterk. En hij wil maar naar die planten. Hij wil maar naar die planten toe. Ho, ho. Hij loopt ineens. Hij is weg. Oeh. Hij gaat zo door de slip heen. Ik krijg er een brok van in mijn keel. Hij loopt ineens mooi langzaam weg. En in eerste instantie denk ik van nou, het zal weer een klein vorentje zijn. Maar dat heb ik nou toch niet meer het idee dat het een vorentje is. De slip iets vaster zetten. Kijk eens. Kijk eens, een zilt. Een zilt. Ja, kijk eens, een mooie. Mooie zilt. Oh, kijk eens, wat een prachtbeest. Oeh, oh, uit de planten weg. Uit de planten weg. Uit de planten weg. Yes! Een mooi dikkertje. Zo, de aanhouder wint, hè? Zoals altijd, wint de aanhouder. Het vecht als een jekko. Toch op die worm, hè? Op de pieren. Kijk, wat een prachtige vis, jongens. Wat een plaatje. Doktersvis wordt hij ook wel genoemd. Want ze zeggen dat hij in zijn slijmlaag geneeskrachtige, ja, bacterie heeft of zo, weet ik veel. Waarmee hij dus, als een vis gewond is, hij schuurt er langs, dat hij dan geneest. Ik weet niet of dat waar is. Het wordt beweerd in ieder geval. Zo jongens, laten we hem zomaar weer vanuit het net, maar weer zo netjes wegzwemmen. Zo, kom maar jochie. Kom maar, kom maar. Meisje, wat ben je? Daar gaat hij. Weg is hij. Brazen! Volgens mij is het toch een zeld. Ik dacht dat het een brazen was, maar hij blijft te lang diep, jongens. Dit kon toch wel eens een zeld zijn, dit. Ik denk dat het een zeld is, want hij blijft veel te lang diep. Die brazen komen naar boven. Dit is een zeld. Kijk, typisch zeld. Hè? Onder de hengeltop blijven bonken. Ah, ik wist het. Gaaf. Gaaf. Mooie vis weer. Mooie vis weer. Lichtmateriaal, 20 honderdste. Ja, klaar, af. Super gaaf dit. Het gaat niet snel, maar het gaat gewoon echt. Het zijn een soort trektortjes zijn het. Kleine zoetwatertrektortjes. Kijk eens. Prachtig dit. Schuif het net onder hem. Yes, binnen! Jongens, wat kan vissen mooi zijn. Wat een mooie, dikke, lompe zeelt dit. Hele dikke vis. Belangrijk, hè, zo'n matje erbij, mensen. Ook voor zeelt. Zeker voor zeelt, want die hebben een hele gevoelige huid. Slijm hebben ze niet voor niets. Het is een hele dikke vis, dit. Super dit, hè, zo. Op je knieën voor een hele grote vis. Prachtig. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Goed je handen nat maken. Kijk eens, puntgave. Niet zo'n lange. Oh, maar een hele, hele dikke, hoge zeelt. Wat is dit mooi. Hier doen we het voor. Dit is toch wel een van de belangrijkste redenen dat ik zo graag vis. Om dit soort vissen in Nederland te kunnen vangen, jongens. Wat is dit mooi. Nou, mag je zwemmen.